60 zijn, zeg maar, dat is niet meer wat het, zeg maar, 20 jaar geleden was. Breda Nu. Je weet het meteen. De welzijnbeurs voor de 60-plusser van nu. Organisator André Pleur en zijn team hebben afgelopen weekend de eerste editie van de beurs voor de actieve en enthousiaste 60-plusser georganiseerd. Veelbelovend voor de komende jaren en met een druk bezochte beursvloer bij Stichting Elisabeth aan de Leuvenaarstraat. Wat we kunnen verwachten? André vertelt het ons. Nou, wat je hier kan verwachten is eigenlijk op de doelgroep 60+. Dat is eigenlijk van orthopedie en hulpmiddelen tot aan je vakantie naar Spanje. Dat kun je verwachten. We hebben gekozen voor een zo breed mogelijk verband, zeg maar, in die doelgroep van 60+. U bent een van de standhouders, ja. Met een fantastische wolkraam. Ja, inderdaad wol en alles wat daarbij komt. Dus, was het lastig om dit allemaal zo bij elkaar te krijgen? Nou, veel werk, maar ja, dat maakt niet uit, hè. Dus nee, het was eigenlijk helemaal niet lastig. Mensen, er is nogmaals een grote markt voor. En 60-plussers zijn langs de ene kant nog heel jong. Die hebben nog een heel leven voor zich. Ik merk dat er in ieder geval toch wel veel mensen op afkomen. En ja, ik denk, weet je, vooral als het inspelen op... Het 60 zijn, zeg maar, dat is niet meer wat het, zeg maar, 20 jaar geleden was. Dat mensen steeds actiever zijn. Ik denk dat dat, ja, dat wel, er zit sowieso, zeg maar, zeker wel een markt van mensen die, ja, daar dan ook meer willen weten daarover. Wat ze, ja, ik wou zeggen, want ze zijn wel actiever. Mensen willen iets om handen hebben. Het achter de geranium zitten ze niet meer bij tegenwoordig. Nee. Dat klopt. Dus ook in mijn omgeving zie ik dat. Dus in mijn omgeving en in de winkel inderdaad met de mensen die binnenkomen. Dus... Eerste keer hier bij Surplus. Wat kunnen we in de volgende jaren verwachten? Ja, dat is de vraag. Hè. Het is de eerste. Dan heb je altijd de bedoeling om groter te groeien. We hebben dit jaar al ondervonden dat de aanvragen van standhouders met name dusdanig was dat we ze niet konden bergen. Dit heeft een beperking, beursvloer. En dus we gaan daar naar kijken hoe dat we dat volgend jaar op kunnen lossen. Breda Nu. Je weet het meteen.